Ah, jawel, Boem, daar is hij. Je zat erop te wachten, ik weet het. Goed, dit is aflevering 118 van Vivo Valentine. En getiteld kut weer', heel toepasselijk. <laughs> want, jongens, 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 <laughs> dit kan toch niet? Die regen op mijn dak, gewoon in augustus, dat kan toch niet? Um, hele... vallen, want, want Nederland heeft wel zo'n imago van het hij maar eigenlijk valt het best wel mee. Het valt wel, ja, de regen maar... valt wel, maar dit, dat, dat, er is niks erger dan die twee, drie weken achter elkaar, elke dag. Regen. En ook nog in de vakantie. En als je kinderen hebt die thuis zitten. Oh mijn god, wat een <laughs> nachtmerrie is het. Het is echt vreselijk. Niet te doen. Dus um, ja, iedereen die uh, uh, klaagt over. Uh, over opwarming van de aarde. Kom alsjeblieft eventjes naar Nederland toe. Weet je, kom even hier in de regen staan, tien minuten. Dan ben je gewoon genezen van die, van, die, van die irrationele angst? Want jongens, 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 wat is dit niet te doen? Nee, maar dit zou ook alweer komen door uh, global warming of zo. Ja, de, absoluut. Dat uh, gaan we, ja, we moeten het daarover hebben natuurlijk. Hè. Zal oh. ik eerst nog eventjes zeggen dat um, voor alle. Mensen die deze podcast leuk vinden en um, er, die gaan erachter komen dat we na afloop van deze podcast gewoon nog een heel uur lang doorgaan op valentijn.com. Uh, dat is voor tribe members. Uh, daarmee support je ons, daarmee support je de podcast. Uh, je mag zelf bepalen wat je dat waard vindt. Uh, dan ben je een tribe member en dan krijg je dus automatisch toegang tot die extra afleveringen zoals we dat noemen. Die extra afleveringen staan op valentijn.com. De reguliere afleveringen staan op YouTube en op uh, uh, op de podcast-apps en Spotify en weet ik wat ik helemaal daar kijken. Goed, dat gezegd hebbende, <laughs> het klimaat. Kut weer. Ja. Het is kut weer, ja. Het is ik, had geen, ik had geen andere inspiratie van vanmorgen toen ik weer door de regen van mijn sportles naar huis ging. Weet wel waar, allemaal. Het blijft maar doorgaan. Ja, nou absoluut. Zullen we heel eventjes kijken naar een videootje van het uh, NOS Journaal uit uh, 2006. Ja, oh, oh jongens, ik moet, moet even iets fixen. Wacht, hè, want we kunnen dat we natuurlijk niet zomaar direct dat ik het zie, dat jullie het zien. Nee, dat moet ik eerst even aanzetten. Gaan we nu doen. Start uitzending. Boom, twee, één en go. Nu komt het signaal binnen in onze edit set. Even kijken, dan gaan wij lekker naar het finaal kijken, als het goed is. Even kijken. Ja, komt hij binnen? Yes. Tientallen regeringsleiders oh. uit de hele wereld onder wie president zijn. Nou, ik, ga, ik, ga ik ga even opnieuw starten, want dan kun je het hele auto zien. Kijk even, die, die kwaliteit, jongens, 2006 was dit, hè. Dat je denkt van uh, uh, dat lijkt nog recentelijk, maar dat, uh, we gaan ook richting dat dat twintig jaar geleden was. Maar goed, daar gaan we. Met tientallen regeringsleiders uit de hele wereld onder wie president Bush, president Poetin, toegezegd om aanwezig te zullen zijn. Eén ding kan er goed in het eten gooien: het weer. Maar ook dat wordt aangepakt. Er worden vliegtuigen ingezet om te verhinderen dat het tijdens de parades en andere ceremonies gaat regenen. De vliegtuigen zijn geladen met chemicaliën die de vorming van de regendruppels bevorderen. En dat goedje wordt op de regenwolken gestrooid voor die wolken Moskou bereiken. Zodat het buiten de hoofdstad gaat regenen en in Moskou zelf de zon schijnt. Nou, nah, vet hè? Supervet. Echt, wat een techniek. Je zou toch niet denken dat ze deze techniek nu hebben ingezet om Nederland gewoon te straffen. voor. Uh, voordat we dan met z'n allen naar de camping gaan of zo. Ik, ik, het zou goed kunnen. Ik zag, zat van de week te kijken op de Insta van Ancilla. en die, die houdt ook het weer. en de, de weerradar. Ja. nauwlettend in de gaten. En er zat een. een hele. Uh, verontrustende streep. zeg maar over het kanaal. tussen Nederland en. of uh, tussen Engeland en Frankrijk. Met een hele rechte streep. wat dus een wolk was, zeg maar. Dus dat, dat is een rare wolk, is dat. Heel toch? raar, ja. Ze hadden een bijnaam gegeven, zoals Meryl. Okay. Meryl Streep. Ah. <laughs> <laughs> maar die, en die bewogen op een gegeven moment ook, ook richting Nederland. En ja, ik weet niet. Het is, ik vind het interessant, want in 2006 is dus inderdaad op het, op het mainstream uh, non-wapie journaal had het dus al over weer beïnvloeden. Dat is iets als je een zoekt op internet iets wat wel vaker voorbij komt. De Chinezen hebben dit ook gedaan met het uh, ja, met de Olympische Spelen, inderdaad. Ja. En maar in saudi arabië vind je artikelen over, of Dubai, een van de twee vind je dingen over cloud seeding. Dat is hoe ze het noemen, zeg maar. Ja. En ik heb natuurlijk een tijdje geleden aan het eind van de aflevering gehad over mijn uh, WOO-verzoek richting het ministerie van um, uh, Klimaat. Tenminste, economie en klimaat, geloof ik. En daar ook gevraagd: van, ja, wat doen jullie met weerbeïnvloeding? En daar kwam ook gewoon, het was niet, toen ik die guy in de lijn, dat was niet zo van. Ben je gek of zo? Dat bestaat niet. Zeg, oh ja, interessant, ik snap dat je naar vraagt. Ik ga even onderzoeken okay. wat we hierover uh, interessant. Over doen. Ja. En vervolgens hebben we ja, ineens een, een precision paper hebben we toegestuurd gekregen... over wat het beleid is van Nederland op het gebied van weer modificatie, weer manipulatie. Want het is gewoon, het bestaat gewoon, ze doen het gewoon. Het is, de vraag is op welke schaal is het inderdaad... Nou, wordt... En gebeurt het in Nederland? En, en gebeurt het in het Nederland, te... ja. ja. Ik ben heel benieuwd, want dat, die vraag... Um, Stel je voor dat het zou blijken dat Nederland gewoon altijd een land is wat heel mooi weer is dat wij gewoon een mediterraan klimaat ja. hebben. Maar dat we gewoon al zeker 50 jaar lang worden geterroriseerd door de overheid die aan het cloudsiden is. is. Zo oud is die techniek namelijk. Ja. Nou goed, oké, okay, het is een beetje overdreven. Maar het idee. Je weet het, dat... nooit. Je weet het niet. Je weet het, je weet het, nooit, het gewoon niet. Ik zou het wel grappig vinden, want ik weet dat als Nederlanders hun grondrechten afgepakt krijgen, dan ze ja, hun schouders op hebben zoiets van nou, het zal wel. Maar. Um... Als we erachter komen dat uh, de overheid verantwoordelijk is voor, um, voor, de, voor dit kutweer. Ja, ja dan, dan zijn we rap gaar, denk ik. Dat, uh, ja, denk je? Ja, ik denk het wel. Ja, ja. Nee, ik denk dat het in dezelfde tred gaat als grondrechten. Het is Nederland, bent gewend. Ik ga wel nog vaker naar, uh, naar Zuid-Portugal of zo. Ja, ja, iedereen gaat naar Portugal. Is het enige wat um, lekker weer is. Maar goed, dat, uh, dat is... Heb jij meegekregen dat... Um, uh, dat was eigenlijk vorige week. Volgens mij komt het al lang dat die Gutierrez, de uh, secretaris-generaal van de NAVO, ja. die, uh, of niet van de NAVO, sorry, van uh, ja, zo van de NAVO. Toch? Gutierrez van de NAVO, nee, ik weet niet, niet of die van de uh, VN? Ja, VN, dat is het Verenigde Naties, inderdaad. Sorry, niet de NAVO, de Verenigde Naties. Hij had gezegd dat we niet langer te maken hebben met uh, opwarming van de aarde, met global warming. We hebben we zijn aangekomen in het tijdperk van de global boiling. Ja. <laughs> ik vind het heel grappig, omdat ik echt het idee heb dat het. Um, ze zijn het belachelijk aan het maken. Ik zat een of andere video te kijken van. Um, uh, hoe heet die? Um, uh, onze grote vriend van uh, gezond verstand. En die, um, die had een. Um, dat had een verhaal dat het de grote klimaathookse aan het mislukken is. Mm. Want de hele klimaatagenda wordt natuurlijk uitgerold omdat uh, onze, ons, onze bankensector staat op omvallen. Mm -hmm. um, het, zoals um, de Rabobank ook gepresenteerd heeft, is het CO2... Het systeem waarbij je eigenlijk handelt in emissierechten um, van CO2... Um, dat gaat een soort nieuw fundament worden onder een nieuw... Monetair systeem. Um, dat gaat een handel worden waar biljoenen in omgaat. En uh, nou goed, die banken willen daar graag uh, uh, heel erg rijk van worden, zodat ze kunnen doorbestaan. Omdat de rest, de euro, de schuldenberg waarop die, dat piramidespel is gebaseerd, dat is niet langer vol te houden. Dus dat is um, uh, het idee. Daarom zagen we ook een mooi uh, filmpje uh, laatst van. Um, ik heb het niet in de show notes gezet, maar van Greta Thunberg, die een, uh, een, een, een pleidooi houdt om de banken te redden. Uh, uh, heel ja. interessant. Wat hebben de banken met klimaat te maken? Nou, dat hebben de banken met klimaat te maken. Maar was dat er? en ik heb het gezien, ik snap niet helemaal die link die mensen daarmee leggen. Want ik zag wel dat ze zei van, uh, if we can save the banks, we can save uh, the world or whatever. Ja. Maar bedoelt het niet gewoon van, als je geld hebt voor banken, kun je kunt ook geld vrijmaken voor het klimaat, want dat is belangrijker. Oh, dat, ik heb, dat heb ik er niet uit opgemaakt. Nee, maar mensen dat... maakten die andere wat jij uit opmaakt, maakte zij er ook uit op. Maar ik, ik, ja. ik had die link daarin gezegd. Van, ah, nee. oké, okay. misschien heb je gelijk. Misschien uh, ben ik veel te achterdochtig, inderdaad. En vertrouw ik Greta niet helemaal. Nee, maar dat, uh... Ik heb <laughs> zo ook een filmpje bijkomen bij haar Oscar winnende. How dare you? Nog een keertje deed als schapje met een vriend over iets anders of zo. Oh uh, ja, het was echt een ex, was het. het was, nou ja, het was, het was net zo geloofwaardig als toen ze het uh, de eerste keer deed. Dus uh, ja, ja. ik weet het niet. <laughs> <Vet>. <laughs> Greta Thunberg. Um, even kijken, wat hebben we nog? Oh ja, Michael Schellenberger kwam langs. Uh, zoals je weet ooit... Uh, ik zet hem helftjes... Oh, hij heeft mooie beelden hier van een... Nou, prachtige uh, propaganda uit China. Je doet het voor het klimaat. Je doet het voor het klimaat. Hier zie je dat ze hele bergtoppen hebben volgelegd met zonnepanelen. Um, dat is natuurlijk goed voor het klimaat, uh, ja. zou je zeggen. <laughs> <laughs> uh, nou, ho hoezo zeg jij, je? je zei net, de klimaatagenda die, uh, is aan het falen. Hoezo? Ja, oh, dat was ik aan het zeggen. Ik zat naar een video te kijken van gezond verstand. Van um, Help mij even, hoe heet die kerel? Uh. Was ook op, nee, nee, nee. Um, Um, ja, God weet ik. Slechte namen vandaag. Ik ben gewoon niet helemaal wakker. Ken je dat? <laughs> dat heb ik met dit weer, um, anyways. Die, um, het, het, ja die kwam eigenlijk met een soort verhaal dat dit aan het falen is. En dat je ook nu ziet dat de, de eenheid die er was in die, in die klimaatpartijen. Mm -hmm. Dat het uit elkaar aan het vallen is. Dus je ziet nu, uh, we hebben al gezien dat uh, was het uh, Zweden of Denemarken? Zweden volgens mij, die zeiden van ja, luister, we gaan niet meer. Uh, ons houden aan die doelstellingen die gesteld zijn, die Agenda 2030 volgens mij. Mm. klimaatdoelstellingen, daar gaan we ons niet aan houden, want het heeft gigantische economische schade tot gevolg. Mm. Oh, en wow. het levert niks oh, dat op. Maar nou, wat we in Nederland ook al uh, die conclusie hebben getrokken, weet je, Robiette, die zegt dat we, wat is het, 0,00038 graden 36, uh, 36 graden, uh, uh, um, Opwarming tegen kunnen gaan als we 23 miljard uitgeven. Nou, ik heb niet de conclusie getrokken dat het daarmee. Uh, nee, nee, dat nee, da, 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 dus het moest, dus het moest gebeuren. Want het ja. is logisch dat je de, meer geld. dat je een, een driehonderdste van een, uh, drie duizendste van een graad. Uh, maar je had meer geld naar de, naar de overheid. Um, maar goed, die partijen vallen uit elkaar, weet je. Je ziet al dat China die doet er al helemaal niet aan mee. Nou, die heeft, die hebben een gigantische um, een gigantische uitstal. En je wat? Ik zag in Duitsland het grappig, want ik zag dus gisteren een. Um, ik, heb niet, ik zat te twijfel om het show-note te zetten, maar. Een, de uh, opinion polls voor de verkiezingen in Duitsland. Oké. Okay. En daar zie je onder andere SPD en die, de, de Groenen, dus inderdaad gigantisch in de min staan. En oh, de AfD wow. is nu in de peilingen, in ieder geval de, de tweede partij. Ja, interessant. Achter Union, um, die, die zit en ja. dat. En dat naamt elkaar heel nauw. Uh, dus het lijkt ook daar wat je zegt, inderdaad, dat. Uh, toch, nou ja, voor mij heb je, 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 hebt, je hebt heel vaak afgevraagd: van wanneer, wanneer gaan de Duitsers nou eens beseffen dat het, uh, dat hun land aan het. Uh, ik ik vraag me zijn. af of ze het echt begrijpen nog hoor. En ik vraag me af hoe wijd. Kijk, zo'n poll, dan zou je zeggen: van oké, okay, ze snappen het. Maar je weet niet waarom. Snappen ze echt dat die economie gewoon uh, aan de rand van de afgrond staat? Mm -hmm. Ik weet niet of je dat nog weet, maar in de jaren tachtig was Duitsland, dat, was, dat noemen ze ook, dus wat is het, het zieke kindje van Europa? Mm. Die hadden een soort van. Um, ja, weet ik het, die, 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 die economie ging helemaal nergens over. En toen kreeg je opeens die. Toen hebben ze het gereformd. Geref, uh, en toen zag je opeens dat die industrie als een gek ging. En toen die auto-industrie heeft daar heel erg van geprofiteerd. Maar sowieso de, de productiecapaciteit van Duitsland is echt geëxplodeerd toen. En uh, toen werd het opeens van ja, het wonder van Europa. En nu gaan we weer helemaal terug naar. Uh, helemaal terug de, de, de drollebak in. Want die economie <laughs> gaat, die, dat zijn dood. op. Zij zijn gewoon zo afhankelijk van goedkope uh, energie uit Rusland. Mm -hmm. En dat ja, dat is dat is opgedroogd, dat stopt gewoon. Dus mm -hmm. ik denk dat zij moeten begrijpen dat, die, um, uh, ja, dat, dat dat land staat aan de rand van de afgrond. Mm -hmm. En dat is daarmee ook gewoon de economische motor van Europa. En dat is het dubbele. Want ze hebben allemaal um, die klimaatagenda en de agenda. weet ik veel wat ze allemaal willen, maar uiteindelijk moet het ergens van betaald worden. Mm -hmm. En dat ik weet het niet. Het lijkt alsof dat muntje niet echt valt. Ja, maar ik wilde net een soort van. Oh, ik zie, ik zie de, de, de tijd keren naar je verhaal over Zweden. Dacht ik van dan kan ik even ja. die bandwagon springen met het verhaal van Duitsland. Uh, van ja, nou, ik hoop maar, het wel natuurlijk. Hè? Maar, maar internationaal gezien zie je het ook in andere landen. Wat ik heel interessant vind, is dat je ja, uit Afrika nu steeds meer dat soort verhalen hoort. Want, nou, wat zit wat in Afrika doen, is dat we bijvoorbeeld, we zagen een, uh, uh, ik weet niet wat het is, maar mijn koptelefoon die doet het niet zo. Ik word er helemaal gestoord van echt. Wat een echo? Of een? Nee, één oor valt uit het aan ja. en uit en aan en uit. Um, <laughs> Zuid-Afrika uh, krijgt geld uit het westen om hun uh, kolencentrales uh, uit te zetten. Hmm. Dus dat doen ze ook, maar ja, dat geld gaat natuurlijk in de zakken van politici en corrupte uh, ambtenaren. Um, daarmee is het energieprobleem niet opgelost. <laughs> dus vervolgens krijg je, uh, uh, hoe heet het, dat het, dat het grid uh, uitgaat. Weet je? Krijg je een soort van die, uh, van die blackouts. En daar um, ja, wordt er alles niet echt uit de schuld van. Maar uiteindelijk, wat is de, wie is er werkelijk schuld? Dat is het Westen die gewoon zegt: van, we, zetten de, uh, we betalen jullie om die shit uit te zetten. Mm -hmm. Nou, dat gebeurt dan ook. En vervolgens mensen worden mensen boos, want die hebben gewoon zoiets van: Wat is dit? Weet je? je kan dan niet een normale economie draaien als, het, als, de, als de elektriciteit eruit klapt. Weet je? Dat gaat allemaal nergens over. En dan zegt het Westen van ja, maar jullie moeten meer zonnepanelen. Je moet je bergen vol leggen. Ja, ja. Zoals we zagen in het Chinese filmpje. En dat, um, ja, dat stuit dan op weer allerlei andere weerstand. En ze willen dat niet echt. En dat geld is natuurlijk al lang gejat door politici. Dus dat, waar ga je die zonnepanelen van betalen? Allemaal dat soort dingen krijg je. Dus uit Afrika krijg je ook um, uh, dit, soort, uh, uh, dit soort pushback. En dat, dat is interessant, want dan valt het gewoon het narratief valt uit elkaar. Ja, dat zou echt heel fijn zijn. Ik denk wel dat er een. Um... Wat ik net wilde zeggen over die, die bandwagon, want er zit wel een. Er zit, er zit maar zoveel rek in, uh, in, in, in. niet aan de realiteit conformeren. ik ben nog steeds aan het wachten zeg maar, op die botsing die er uiteindelijk aan gaat komen. En het is. Ja. Ja, ik weet niet. Ik, ik heb het idee dat de wereld steeds, steeds openlijker, belachelijker wordt en steeds. Jij zei net van ze steken de draak mee. Ik denk niet. Ik denk dat ze nog wel serieus. Die, die Global Boiling, dat is gewoon een soort maar van. Come on. Ja, global maar is, <laughs> Boiling. Ja, het is Hij gewoon... meent het. Hij meent het. En zijn, ik weet zeker, als je uit je eigen bubbel stapt. dan komen er genoeg mensen zeggen van ja. Dat is echt heel maar ernstig. Da, maar dat weet ik. Ik weet dat dat zo is. Ik heb daar ook nog een, uh, een mooi stuk in de Wall Street Journal over zometeen. Ik weet dat die mensen er zijn. Um, maar het. het um, ik denk dat dat, dat die Coutier als die Want we weten dat de Verenigde Naties. die zitten echt achter die agenda. Die hebben dat. die hebben dat zichzelf. die doelstellingen gezet. Weet je, die hebben die agenda. samengesteld. En zijn het aan het uitrollen. Um, dat Global Boiling-verhaal gaat gewoon over geld. Weet je, het gaat gewoon over. er moet meer geld naar de klimaatagenda toe. Uh, en waarom loopt dat spaak? Dat is omdat die economieën overal spaak lopen. En waarom lopen die spaak? Onder andere door het klimaatgezeik. Mm -hmm. En. Um, uh, ik, ik, ja, ik vraag me af hoe je, dat, uh, hoe je het kan voorkomen dat mensen op een gegeven moment zoiets hebben van global boiling, weet je, je kijkt om je heen. Ik zie, ik, ik, het regent dat het giet. Ik zie geen global boiling. Wat, ik bedoel, je bent toch op, op een gegeven moment ben je, ben je belachelijk aan het worden. En dat is dit. We zijn het moment nu ja, nee, gepasseerd. Dankjewel. Het is belachelijk. Ja, maar dat is, al, dat is al twee, drie jaar, zeg maar. En ik zie het in toenemende mate zie ik echt de dingen steeds meer. Over de top belachelijk worden. En nog steeds mensen. Eh. Nou, ik denk, laten we heel eventjes nog terug naar die tweet van Michael Schellenberger die ik heb. Um, hij zegt, people think solar panels are good for the environment, but they're not. They're made with toxic heavy metals, aren't recycled. Most are made with coal in China and produce uh, drie keer meer CO2 dan IPCC thought. Want het gaat natuurlijk, die hele klimaatgekte gaat over dat IPCC um, uh, model eigenlijk, waarop, dat, waarop die paper van hun gebaseerd is. En um, they require 300 tot 600 keer more land than other energy sources. Yeah. Um, ja, het, je ziet hier uh, ook in die video dat je die, die hele bergrug helemaal vol uh, ziet liggen. Het is, een, um, het is een krankzinnige situatie. En wat het meest krankzinnige eraan is, uh, is dat je. Um, dit levert alleen maar energie op als de zon schijnt. En als je denkt uh, de energie. Te kunnen leveren als de zon niet schijnt, dan moet je toch nog een ander soort een andere manier hebben om energie op te wekken. En als je um, dat hetzelfde geldt voor windenergie, weet je, dus je, je komt er niet uh, onderuit dat je ook gewoon nog. Kolen, gas, uh, uh, olie of, 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 of nucleaire uh, kernenergiecentrales hebt. Mm -hmm. Maar je moet iets hebben om stroom te leveren als de zon niet schijnt. Ja. En dat betekent dat je kan die bergen volleggen met die shit. Maar het is uiteindelijk onefficiënt. Want als je daarnaast nog iets anders moet bouwen, dan maakt het veel meer sens om iets anders te bouwen. Wat efficiënt en goedkoop en betrouwbaar is. In plaats van duur, onbetrouwbaar, onefficiënt, maar Virtue signalend naar de wereld dat je iets doet voor het klimaat. Wat, bl wat ze blijkbaar zo lang zijn langste tijd gehad heeft. En het, was, het, het past ook niet inderdaad. Want het, het puur, het gebruik van het landoppervlakte, dat is zo gigantisch. Volgens mij is het nu iets van 4% renewable of zo. Ik veel, zeg, ja. Als je kijkt naar de energiemix in Europa of, uh, of de wereld. Nou ja. Dus je hebt echt nog gigantisch veel oppervlak nodig van of zonnepanelen of van die windmolens om uh, je duurzame energie nog uh, te krijgen. Ja, nee, het werkt niet. Maar goed, Daar wij zijn er over uit. Kernenergie nu, kernfusie in de toekomst, uh, gas erbij. Ja, ik weet niet of het, het kernfusie de toekomst is hoor. Want er zijn al, uh, er worden er al twee gebouwd. Eentje in Japan en eentje in Amerika. En dat mm. zijn een beetje. Uh, hoe noem je dat? Um, het zijn, het zijn experimentele. Uh, we, we hebben het hier een keertje besproken dat het bouwen van nieuwe kerncentrales, yeah. dat het uh, bouwen zelf is twee maanden, kost twee maanden en de uh, papieren rompslomp en de vergunning krijgen kost tien jaar. Yeah. Dus dat, uh, dat is het probleem waarom het zo lang duurt. Mm -hmm. Dus dan moet ze heel kleinschalig, moet ze ergens een experiment doen. Dus ik denk als je nu de vergunningen aanvraagt, nou, dan ben je over tien jaar klaar om. Uh, dan zijn we echt, denk ik, allemaal doodziek van het gezeik met die zonnepanelen. <laughs> en uh, en dure, uh, dure energierekeningen. Net zo ja, maar ik heb, net, ik heb net een dynamisch contract afgesloten twee maanden geleden. Zeg maar toen de zon nog scheen. En okay. dan, dan zie je nou dat je uh, vanaf een uur of één vaak, zeg maar, dat gaat. het zijn prijsnegatief. Ja, prijs inderdaad negatief. En dan gaat het na in de avond gaat het weer omhoog. Maar goed, dan heb je dus nu. Uh, het gaat door iets naar beneden, zeg maar, in de, in de middag. Maar het is niet. Uh, ja hier heb ik niks aan met die regen nee heb je niks aan het ergste was als ook de wind niet zou waaien dan zijn we echt aangewezen op gas en ja, ja. dat is gewoon heel duur ja. dus dat dat hebben van de winter hebben we dat een keer twee drie weken gehad toen was het heel bewolkt en windstil mm. en uh, toen was het echt loeiduur, duur uh, mm. het gas uh, of de elektriciteit ook en nu um, ja nu nu waait de wind tenminste nog maar goed ja, helaas kunnen ze geen met regen geen energie opwekken maar Anyways, um, maar wel boeiend. Ik vind het boeiend dat van Zweden toch en dat van Duitsland, dat die, dat die groenen, zeg maar, zo hard aan het vliegen zijn. Nou, hier zien we dat. Hadden we het eigenlijk ook gezien. Als uh, ze niet samen waren gegaan, was het ook een marginaal partijtje gebleven. Ik hoop dat ze alsnog niet uh, de grootste worden hier in, uh, in Nederland samen met PvdA. Maar het is wel interessant dat die partijen dan in Europa, uh, nou, dat is toch gewoon een beetje het, het, de wind die gaat, gaat, uh, gaat draaien. Ja, de, de wind draait zeker. <laughs> Hey, ik, uh, ik, uh, ik, ik realiseer me opeens even kijken. Ja, inderdaad. Nu is het wel. Ik, ik zat te kijken naar. Die onze, uh, onze show notes ding update niet altijd. Ah. Dus ik had alles wat ik in had gezet, staat niet in. Maar uh, we hebben het over dat uh, IPCC gehad. Hè? Dat mm -hmm. is de organisatie uh, van de Verenigde Naties. die, dus die hele klimaattoestand. Uh, um, um, eigenlijk, eigenlijk alle, alle doom en gloom over de wereld moet uitstorten. zodat ja. we allemaal heel bang worden dat het klimaat uh, ellendig wordt. Dus er is een nieuwe. Uh, baas bij de IPCC. Dat is uh, Jim Skeel. en um, ik denk in een reactie misschien ook wel vorige week op dat global boiling verhaal van de Gutierrez. Ik hard <laughs> om te lachen. Um, komt hij met een statement en het is eigenlijk hij is net aangesteld. Het is, het is bijna zijn, 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 zijn de start van zijn carrière bij het IPCC. Um, en hij zegt: ik ga het er even bijpakken. Hopa. Hij zegt, oh, de telegraaf meldt dit, en hij zegt, ignore de doommongers. Hij zegt dat, nou um, oh, dit gaat weg, um, apocalyptic messaging paralyzes the public and stops them from getting grips on crisis, professor Jim Skia. Maar wat hij eigenlijk zegt, hij zegt van, um, nou, ik heb geen zin om de even af te sluiten, maar um, hij komt met een aantal punten, uh, waaronder Um, anderhalve graad opwarming van de aarde is geen extinction event, dus eigenlijk helemaal niet zo erg. Nou, oké, okay, um, uh, daar waren we al, maar goed, hij, hij zegt dat officieel. Terwijl Gutierrez zegt dat we te maken hebben met global boiling. Hij, <laughs> en hij zegt dus ook: van maak je allemaal niet zo druk, weet je, er is niet zo heel veel aan de hand. En dat um, um, daar heb ik zoiets van: ja, er is duidelijk. Een, een, een shift in de manier waarop ze communiceren. Mm -hmm. nou, terwijl Gutierrez nog bezig is, van ja, we moeten nog harder schreeuwen dat we morgen allemaal dood zijn. Um, en hoe harder ze dat doen, hoe meer mensen erop moeten lachen. Um, en nu hebben ze door, waarschijnlijk hebben ze dat door nu, dat dat de reactie is daarop. En dat ze zoiets hebben van ja, nee, we moeten juist, we moeten op een andere manier duidelijk maken mm -hmm. dat het heel slecht is. Maar ja, hoe doe je dat? Maar wat is zijn, want dat is inderdaad, dat, dat was de kop in de inleiding van uh, dat artikel over James Skia. Ja. Uh, dat hij zegt van ja, de mate, de, zeg maar, de veerporn de waar CNN eigenlijk al over, uh, ja. over berichten, zeg maar, um, bij de undercover van Project Veritas. En zei mm -hmm. van ja, weet je, corona is oud, we moeten nu een andere veerporn gaan gebruiken om geld te winnen, dat wordt het klimaat. Nou, dat hebben we gezien. Ja. Vanaf nu, uh, hij zegt dat werkt niet. Mensen die die raken verlamd en doen dan helemaal niks meer. Maar wil hij dan nog wel? Hij, ik vind verlamd. Het woord verlamd. Is, ik bedoel ook geamuseerd misschien. Of misschien uh, uh, beginnen ze clown-emoties te posten op Twitter. Ik weet het niet. Maar ze ja. zijn niet meer uh, bezig met uh, dat ze geloven dat we te maken hebben met global boiling. Nee, terecht. Maar dan dat kan nog steeds betekenen dat hij, dat hij er wel in gelooft. Alleen dat hij een andere aanpak van communicatie voorstelt. Ja, waar hij in gelooft is de agenda. Dat, dat ben ik met je eens. Ik nou ja. bedoel, je wordt niet directeur bij de IPCC nee, als je nee, okay. niet gelooft in de agenda. Dus hij zegt niet van klimaatcrisis: dat is onzin. Want daar wordt zijn salaris van betaald. Um, maar toch ik... zegt hij ook niet van het, dat één graad dat het niet zo boeiend is. Ja, omdat hij, hij merkt gewoon dat de veerporn uh, heeft een averechts Ja. Dus blijkbaar zit daar ook uh, een nieuwe communicatieadviseur en die heeft gezegd van we moeten dit anders aanjagen. Mm. Maar heel eventjes als we aan zitten brainstormen, hoe zou je dit anders aanjagen? Kijk, als jij tegen iemand zegt van luister, je, je huis staat nu op instorten. Je moet nu actie ondernemen, doe je dat? En als je zegt van ah, het is niet zo erg, weet je, het mag maakt niet uit. weet je, Nou, dan heb je van oké, okay, dan bel ik morgen wel eens een keertje een maar weet je wel, volgende mm -hmm. week is ook wel goed genoeg. Weet je, dan ben je gewoon niet meer geïnteresseerd. Ja, of je, ja, ik, ik zou denk met minder zeker, minder stelligheid zeg ik kan nog steeds. Van ja, we, we vermoeden dat je huis op instorten staat, maar weet niet zeker. Ja, dan ga je alsnog, ga je het huis uit, zeg maar. Als je, jij zegt, het huis gaat nu instorten, ja. en je rent naar buiten en je ziet hem morgen nog staan, dan denk je van, je zei dat het nu zou instorten, waar heb je het over, hij staat er nog, en dan ga je weer terug naar binnen. Ja, en dat is, dat is vijf keer gebeurd. Ja. En nu komt hij weer langs en zegt van, Robert, ik weet niet meer, het ziet er toch niet stevig uit. Ja, maar dat is gebeurd. Want het is toch. Maar dat, als je dat vanaf het begin af aan zou doen, zeg maar, ja. en je zou begin af aan een soort van kans communiceren, zeg ja, ik weet, maar, ik weet, ik weet het ook niet, zeg maar, ik ben ook niet ik ben ook niet, ik ben ook niet maar... Ja, ik heb het vermoeden, omdat ik weet ik veel, omdat ik daar iets zie, dat, het, dat je huis gaat. Maar je instorten. hebt al vijf keer eerder heb je niks gedaan aan het huis. Ja. En het is heel menselijk om dan te zeggen: van dan kom je langs, zeg je Robert, als je niet nu iets doet en als je dit niet nu gaat stutten, dan stort het echt in. Dus met andere woorden, je, ga, je, moet, je moet gaan overtreffen, je moet gaan double downen, je, je moet meer in de weg leggen. Want om jou tot actie te, 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 te bewegen. En dat ja, is dat wat ze het doen, het, global ik, boiling, weet je, ik bedoel... Het klinkt een hele slechte pokertactiek, uh, uh, yeah. pot committed. Nee, je moet ook weten wanneer je los moet kunnen laten. Ja, nee, helemaal ja, eens. En dat is wat ze voor mij, zeg maar, nu een beetje proberen te doen. Zo van, inderdaad, en mensen zijn vergeten af, dus als je, je laat het even weer een jaartje zitten, zeg maar, is alles, is alles niks aan de hand. En dan ga je over een jaar of twee, ga je, ga je niet zeggen van je huis staat bij instorten, maar... Um, ja um, maar ze misschien die je huis op instorten zeg maar dan ik zou oppassen zeg maar dan ga je dan ga je word je wantrouwen gemiddeld zelf gezien mensen die vijf jaar lang niks aan hun instorten huis doen die, die, ja, die... die krijgen bakstenen op hun hoofd ja, zoiets, ja. Zoiets. maar ik, maar ik denk dat als je naar die um... Uh, er is natuurlijk de agenda, weet je. Dus er is, daar hoort ook een tijdlijn bij. Ja. Vandaar ook dat je die... Ik bedoel, dat hebben we bij corona heel erg gezien. Dat, ik wil geen politicus in Europa... die het ergens met elkaar over eens is. Behalve toen corona opeens kwam. Toen werd er een soort kant-en-klaar uh, draaiboek uitgerold. En dan moest iedereen opeens vaccins hebben. Ja, waarom? Omdat het werd door die farmaceutische industrie gepusht. Mm -hmm. Nou, nu dit wordt door de bankensector gepusht. Door de klimaatindustrie, weet je. Uh, uh, wie daar achter zitten. Um, en dan heb je dus nog steeds te maken met er zit haast achter. Mm -hmm. Want als het niet urgent is, weet je, ik bedoel, als, als het niet echt global boiling is, dan ga jij zo meteen niet akkoord met je uh, digitale ID en je, uh, je central bank, digital currency, die je niet meer kan uitgeven omdat er iets klimaatonvriendelijks in je boodschappenkarretje zit. Weet ik veel, zoiets. Mm -hmm. Dat willen ze gaan doen, dus je gaat niet meer akkoord met tot slaaf gemaakt worden als er niet ook een enorm acuut probleem is. Nee. Ja. En dat, is, dat is het lastige. Ja, dan, uh, dan komen de aliens. Dan, dan moeten de aliens op de chop-chop, jongens. Ja, daar zijn ze natuurlijk ook druk bij. Da, en dat is natuurlijk een ander ding. Ik, ik bedoel. Ik vind, het, ik vind het zo grappig trouwens dat inderdaad, ik heb eerder gezegd, die allemaal van die memes voorbij komen over een buitenaards leven en de, iedereen zeg maar uh, of heel veel mensen waren zo van ja, de overheid die houdt zich voor ons weg, dus het vast een waarheid in. En nu komt de overheid, soort met van, van <laughs> ja. Zegt, ja, nee, nu geloof ik er echt geen rekening. Het, ik ook. het <laughs> maakt niet uit wat de overheid zegt. Het is, het is waar. bullshit ja. dat, 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 is, dat is de enige zekerheid die we hebben. Ik, ik, dat is een quote ik laatst hoorde, vond ik ook zo mooi. De aller uh, grootste conspiratie-theorie uh, waar iedereen in gelooft, is de theorie dat de overheid het beste met je voor heeft. Ja. En dat uh, uh, daar ben Stadism. ik van. Ja, precies dat, dat dat een goed idee is. En dat, uh, daar geloven heel veel mensen in. En dat, um, ja, dat heb je dus nu ook met, uh, met de aliens die moeten Er was ook een uh, comedian die heeft er ook een grappige stand-up uh, stukje van gemaakt. Die zei van, ja, hoezo geloof je dat mensen die die het beste met je, of die zeg maar voor jou verantwoordelijk zijn zeg maar dat die nooit liegen, nooit liegen zegt hij, zo. nooit liegen. Je, bent, je hebt je verantwoordelijkheid op zo'n mensen liegen nooit. Zeg ik ben ik ben vader, ik heb verantwoordelijkheid voor één kind. ik lieg de hele tijd zegt hij zo. <laughs> Vet, ja, nee, dat is uh, dat is absoluut waar. Goed, aliens. Ik kan niet wachten man. Ik ben benieuwd hoe ze die gaan uitrollen. Dat uh, met, dat met lijkt hologrammen. Inderdaad. Goed, ben je ondanks dit nog altijd uh, gewoon bang voor die global boiling? Dan heeft de Wall Street Journal uh, een mooi opiniestuk geschreven. Ik heb ook hier weer opnieuw niet het hele uh, ding geunlockt. Uh, um, maar climate change obsession is a real mental disorder. Hm? Psychologen hebben het vastgesteld. Okay. Dus op het moment dat jij je zorgen maakt over uh, global boiling, uh, dit gaat eigenlijk over waarom Um, um, ze zeggen, ze zeggen het, het, het is Amerikaans, is het een beetje Democrats versus Conservatives yeah. en ze zeggen eigenlijk van ja waarom uh, zijn mensen zo ontzettend ongelukkig aan de linkerkant en nou, dan, uh, ja, nou ja, dit, dat, de, die climate change obsession is iets waar je ontzettend ongelukkig van wordt. Net als dat je heel ongelukkig wordt van het dragen van mondkapjes, het bang zijn voor corona, het bang zijn voor van alles en nog wat. Daar word je gewoon ontzettend ongelukkig van. Dus niet, niet geloven in uh, genders of heel veel genders. Ja, en vooral, vooral het je druk maken erover. Ja, dat is het ding. Dat is, dat ja. is het ding. Daar word je heel ongelukkig van. Dus dat uh, erom lachen, dat is goed, dat is gezond. Maar je er druk over maken, dat leidt tot psychische aandoeningen. En, um... en zo lost het probleem zelf maar, op. Denk je? Ja, denk ik wel, ja. <laughs> okay. maar die, dit zijn de lui die. die doen als, als depressie en angst en dat soort zaken. Mensen die. Uh, weet je, dit zijn de muizen die hun eigen kinderen opeten. Of niet eens meer krijgen en zo. Zeg maar dit zijn toch de groep mensen die. die ik denk niet voor heel veel nageslacht uh, gaan, uh, gaan zorgen. Dus weet je, een aantal generaties later dan. dan ja, dan is, is, is dit weer weg uit de maatschappij en dan kunnen we weer gewoon normaal verder gaan. Ja, nou, je hebt een punt. Er is een ander ding waar, waar, waar ik maak me daar wel zorgen over. Is ik, dat, ik zie het bij heel veel jonge mensen. Mm. En ik denk dat veel jonge mensen mee hebben gekregen dat de overheid een partij is die je kunt vertrouwen. Dat dat altijd wel goed komt. En um, weet je, die hebben een wereldbeeld meegekregen, waarin past dat een overheid en een democratie dat dat de beste uh, bestuursvorm is. En dat de overheid het altijd goed doet. En een, een, een uh, hoe noem je dat, een uh, de meerderheid vertegenwoordigt en dat eerlijk doet en oprecht doet. En dat is het wereldbeeld van veel jongeren. Mm -hmm. En ja, weet je, dan, dan sta je uh, bij de, uh, op funda.nl te kijken, bij wijze van spreken. Of je staat in de stad bij zo'n verkoopbordje. En dan begin je te rekenen. En dan kom je erachter dat je van zo lang zal zijn leven niet in staat zult zijn... om een hypotheek te krijgen, om dat huisje te kopen. Die, die starterswoning die je graag wil hebben, gaat niet gebeuren. Mm. En dan, uh, uh, dan word je cynisch, weet je. En dan heb je zoiets van, maar hoe kan het als dit systeem om zo eerlijk is? Hoe kan het dan dat je als starter niet een starterswoning kunt kopen? Dat is toch raar, weet je. Trump. <laughs> ja, het, <is> het, <laughs> het komt uit Trump. het is trump's schuld het, is het, het komt door de, door de global uh, global boiling weet yeah. je? maar maar serieus maar dat is wel wat je voorgeschoteld krijgt van het komt door corona en de global boiling en en, en de russen en de uh, weet ik veel en de, uh, nog duizend andere redenen die worden aangedragen over waarom onze economie naar de kloot is maar niet geldcreatie en niet een op schuld gebaseerd monetair systeem wat niet uh, kan blijven bestaan. Of gewoon politie inderdaad en overheid. En überhaupt het feit dat overheid niet werkt. Dat politiek niet werkt. Dat we zelf verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat we niet elke keer in de via moeten gaan stemmen... en denken dat het dan goed komt. Dat. Ja, precies dat. Nee, want dat heb, je hebt geleerd dat dat, dat, dat de oplossing is. Politici bieden de oplossing voor het probleem. Ja, voor de problemen. ja dat, dat idee. Als je dat loslaat, denk ik dat je ook geneest... van je climate change obsessie. Ja, maar dat is ook het hele idee van... Die de groeiende populariteit van um, Jordan Peterson en mensen die zeggen van ja je bent zelf verantwoordelijkheid en je moet zelf verantwoordelijkheid pakken en dan ja. je, als jij gewoon weer dat gevoel van ik weet niet wat het Nederlands woord van sense of agency zeg maar dat je dus dat je handelingsperspectief denk ik hebt ja. dat dat doet iets met je brein zeg maar. maar als jij denkt dat jij niks kan bereiken dat je vast zit omdat weet ik veel wat voor grote dingen allemaal spelen en je moet uh, hopen dat de stem die jij hebt uitgebracht uh, verlichting gaat brengen ja dan dan word je natuurlijk ook gewoon ja dan, dan, dan zit je ook een uitzichtloze situatie maar als jij beseft dat jij het gewoon zelf allemaal kan oplossen of in ieder geval veel voor jezelf kan verbeteren ja nou dan dat is het lijkt me ja. hoopgevender uh, na nou, dat dat is een heel heel interessant punt en vooral de, de manier waarop cultureel gezien uh, kinderen bestookt worden met de boodschap dat ze moeten geloven in macht en in kracht. En dat ze dat zelf niet hebben. Ik vind het mooi in het Engels heb je het woord power, wat zowel macht als kracht betekent. Mm -hmm. En um, uh, bij ons is dat is dat een beetje uit elkaar getrokken. Maar um, er is een hele mooie quote van een. Um, uh, een filosoof, die heeft een boek geschreven erover en het gaat over, volgens mij heb ik dat wel eens eerder gezegd hier, het gaat over uh, uh, een kerel die gaat naar Japan en die begint daar te, te werken voor een animatiestudio en die tekenen van die Godzilla en superhelden uh, toestanden. En dan komt zijn, zijn zenmonnik, wat echt een soort van, van een soort van een hele legendarische monnik is, die komt binnen en die kijkt op zijn werk, ze raken bevriend en die zegt van ja, dit leert kinderen om te geloven in power uh, dat is waarom je uh, uh, waarom marvel of uh, waarom disney marvel koopt weet je omdat dat die agenda disney is heel erg van de agenda's weet je dat al heel lang al en uh, die 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 superhelde uh, agenda die Is erop gebaseerd dat mensen die dat kijken of daar geobsedeerd door zijn, je ziet het ook: hè? kleine kinderen die dan een spiderman pak aan hebben en die, gaan, die hebben dan opeens zijn ze sterk, mm -hmm. maar als mm -hmm. zichzelf zijn ze dat niet. Weet mm -hmm. je. Dus het gaat erom dat je dat, dat kracht en macht is niet iets wat je zelf bezit, mm -hmm. dat is iets externs. En ja, als jij toevallig geboren wordt, een vuur uit je ogen kan schieten en kan vliegen, hé, hey, heb je massa, weet je, maar uh, mm -hmm. je wordt niet begrepen door het merendeel van nee, de, de massa, die kan dat allemaal niet. Weet mm -hmm. je, die dus zijn gewoon dom en klein. Ja, dan uiteindelijk. Interessant. Ja. En ja, mij is dat, dat is ook echt mijn. Uh, nog zonder dat ik deze kennis had, een soort van. Mijn, 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 ja, mijn, mijn missie, mijn favoriete bezigheid geweest. Zeg maar, ik ben. Ik wilde. Erg besef besef ook in naam van hoeveel belemmerende gedachten mensen hebben, of meekrijgen, of, uh, of, of in zichzelf uh, mm -hmm. uh, opzetten. En dat. Dat, ja, dat is meestal ook de grootste drempel die mensen ervaren in het bereiken van whatever je wil bereiken. Zeg maar. ja. Ik geloof niet dat ze het kunnen. Nee, en dan, dat, dat, dan werkt het ook gewoon niet. Er zijn ook, en ik was verteld hebben over, over onderzoeken. Um, er is een onderzoek gedaan naar het effect van zeg maar negativiteit op, je, op, je, op jezelf en op je, op je doen en laten. En ze hebben toen twee. Uh, mensen, zeg maar, uh, lieten zijn kamer inkomen, of het was steeds één persoon. Mm -hmm. En de ene per persoon die kreeg, uh, die moest zogenaamd woorden onthouden. En ze gingen, de, de, ze gingen kijken hoeveel woorden die konden onthouden, maar dat was niet de echt een test. Want de ene lijst met woorden waren voornamelijk negatief of allemaal negatief, en de andere waren voornamelijk positief. En ja. Dus die persoon dacht dat hij gewoon een, een geheugentest aan het doen was. Ja. Um, alleen het, ze zagen dus dat de mensen die dus de negatieve woorden als lijstje kregen versus de mensen die de positieve woorden als lijstje kregen die, die liepen langzamer zeg maar de, de kamer uit zeg maar die waren dus wow. dat dus het had, had invloed op hun hele zijn zonder dat ze dat zelf door hadden en, ja. en dat is ja ik weet niet het, het is zo belangrijk om uh, ik, een van mijn favoriete boeken is ook van Anthony Robbins van de je ongekende vermogen dus en dat vertelt ook over hoe, het belangrijk van mindset en ik kan me zo indenken dat het zowel corporaties als overheden er zoveel baat bij hebben omdat er een hele industrie achter zit zeg maar de het, het niet, niet zelf um, redzaam zijn is gewoon geld ja. waard voor heel veel. Absoluut, bedrijven want dan heb mensen. je iemand anders nodig om het op te lossen. Ja. Dus een politicus. Ja. Dat, uh, ik, of een product of een, weet ik wat je, een dienst of weet ik wat voor dingen. Je, ja, precies. Ja. En, een, een prik, want je eigen immuunsysteem werkt niet goed genoeg. Dat ja. soort shit. Nou, en dat, dat hebben we ook gezien, dat mensen er op die manier naar kijken. Ik heb letterlijk iemand hier uh, uh, ook uh, horen zeggen. Um, Um, ik kan zelf niet een beter vaccin maken, dus ik neem, ik neem deze maar. En dat was echt zoiets van het scherp, want dat kan je dus wel. Yeah. Met je immuunsysteem. <laughs> ja, ja, ja. Dat is een veel effectiever uh, weerstand tegen wat voor soort um, ja, viri of, of bacteriën, wat dan ook. Weet je dat? Bizar. Kloppen, ja. Goed, zullen we politiek gaan doen? Pieter Omtzigt, hij stelt zijn beslissing of hij mee wil doen aan de verkiezingen nog even uit. Hij gaat eerst met vakantie. Alles lijkt te bewijzen dat hij een eigen partij gaat oprichten, ja. weet het uh, AD te melden. Toch wel. Toch wel. Maar eerst gaat hij even op vakantie. Ja. Ja, daar ja, is hij. Pieter uh, ja, misschien... omzet haalt de spanning er nog even in. Of misschien, uh, want ik las in dat artikel dat hij net aan het kijken is naar... Uh, het komt van mensen die zeggen gepolsterd zijn. Zeg maar, of ze mee willen doen aan een beweging om <kalk> Den Haag te veranderen. Oké. Okay. Dus dat lijkt alsof dus hij uh, net... Hij lijst... gaat onze problemen oplossen. Hij, gaat, uh, hij <laughs> denkt dat hij onze problemen kan gaan oplossen, ja. ja. Jammer genoeg denk ik dat veel mensen dat, uh, dat ook uh, weer denken. Ja, maar Pensie goed... We hebben al Wacht lang... even, Ik zie nu een nieuwe een net binnen daarboven. Van omzicht krijgt vorm, hij wil niet de grootste partij worden. Het is een premium artikel. Ik weet niet of je AD premium hebt. Nee, maar, maar... kijk, dan kan je vast de eerste. Hij wil niet de grootste partij worden? Dat lijkt me sterk toch? Ja, ik kan dit niet. Uh... Hij wil geen, geen minister-president worden. Nie waarom wil niemand minister-president worden? Wat is er mis met minister-president zijn? Hij wil ja, dat niet betreft. dat zijn partij de grootste wordt. Wat de fuck is dat nou weer? Weet je? <laughs> maar, maar dat is mijn hele probleem met omzicht. Weet je, ik vind, hem, ik vind hem ontzettend sympathiek. Ik vind dat hij geweldig werk heeft gedaan. samen met Renske Leijten. In, in, in die toeslagenaffaire. Ik vind dat hij. Ontzettend scherp was. Ik weet niet je dat gevolgd die zaak van die vermoorde journalist op Malta. Daar heeft hij namens de Europese Commissie heeft hij onderzoek naar gedaan. De de heeft Orde hij heel Arno, ja. ja, heeft hij heel erg goed gedaan. Um, hij is, wat dat betreft, echt een pitboel die zich vastbijt in een onderwerp en dan laat niet los. En vervolgens, weet je, dan heeft hij een burn-out en dan heeft hij het zwaar en dan heeft hij het moeilijk en dan moet hij eerst weer op vakantie en dan willen we niet de grootste <laughs> partij worden. En ik weet het allemaal niet en het is allemaal lastig. Klinkt teleurgesteld. Nee, maar Fucking hel, weet je. Kom gewoon een keer. Uh, wees een man. Wees gewoon een fucking man. En ga daar staan. En zeg gewoon van: ik wil president. Uh, 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 of minister-president worden in Nederland. Ik wil de grootste partij worden. Ik ga, we gaan deze. Uh, deze zooi opruimen ja. hier. Uh, ik heb jullie al laten zien wat voor een corrupte band het is. En ik, we gaan het nu aanpakken. En in plaats van dat hij dat gewoon doet, krijgen we dit, dit, dit emotionele. God, het is een soort terreur, weet je. Maar god, zou om zich vandaag wel goed genoeg voelen om, 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 om weer helemaal vanuit Zwolle met de trein naar Den Haag te gaan? Dan <tie> ik ook die foto Het Is dat 5 uur 28 en dan staat hij weer op het station, weet je? wat de fuck? Neem die limo, weet je? Ik bedoel, yeah. <laughs> maar ma, wees niet zo'n slachtoffer. <tie> <midd�> ja. <tie> nou ik ja, dit is, dus, dit is dus waarom. Ik wil ook een beetje af van het idee dat zij die het wel zou willen okay. zeg maar dit is dus een punt is dus inderdaad van wat ben je aan het doen weet ja. je ik, ik, ik zou ik zou ik zou toejuichen als ik in de peiling de grootste partijen zou, uh, ja. zou zou kunnen gaan vormen zeg maar mensen oh ja, we de, 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 de partij partij beginnen dan uh, krijgt die 50 zetels zeg maar morgen heb ik een partij ja precies <laughs> en wil ik minister president worden <laughs> ja maar goed, ja, ik weet niet. Hij, uh, ik, ik snap het ook niet. Ik snap, ik snap niet wat dat uh, Maar dit is toch het equivalent. Is. Ik bedoel dat je, weet ik veel, aan het begin van de, uh, van de competitie... dat, uh, ja, dat Ajax ja. zegt van nou, weet je, het is leuk, we hebben er wel zin in. Maar eigenlijk zijn we niet van plan om eerste te worden dit jaar. We hebben gewoon eigenlijk gewoon ja weet je we hebben ook net een burn-out gehad en we, eigenlijk willen we eigenlijk gewoon op vakantie en uh, meedoen is belangrijk ja de rol meedoen is belangrijk en vroeg opstaan hard trainen nou uh, ik weet niet, dat heeft toch ook een beetje zijn beste tijd gehad <laughs> jezus jongens ja. ik weet het niet met Piet, Pieter Pieter omzicht en ik, ik, ja, weet je, ik weet het wel want het is gewoon weer een politicus en hij heeft goede dingen gedaan voor de toeslagenaffaire en ja uh, en ja, hij is echt wel een volksvertegenwoordiger geweest maar het blijft dat vind ik niet een streven op zich. En dat is wel wat heel veel mensen vaak zeggen. Ook wat ik Arno vaak hoor zeggen: van ja, het is een goede volksvertegenwoordiger. Nee, maar wat is jouw, wat is jouw overtuiging? Wat is, is je ideologie? Zeg maar? wat, hoe zij erin als mens? Nou, dat ja. komt nu deels ook naar voren. En ik denk dat dat. Uh, je, moet niet, je kan er niet op vertrouwen. Dat is gewoon de basis bij politiek. Je kan er gewoon niet op vertrouwen. Nee, want, ik heb gewoon het idee, er komen straks twee uh, CIA-agenten uh, bij om zich thuis. Die gaan aan zijn keukentafel zitten en zeggen van luister Pieter. Het is allemaal le leuk en aardig met je. Maar als jij niet uh, agenda 2030 begint uit te rollen hier in Nederland... Dan uh, uh, weet ik veel, dan, uh, dan, 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 dan ken, je, ken je Pim Fortuyn nog, weet je? Yeah. Kreeg je dat soort shit? Ja, yeah. en dan, um, uh, dan is het klaar met zijn. Uh, want hij, ik bedoel. Nou, misschien is dat wel de reden dan. Dat hij gewoon bedreigd is, of dat je gewoon voelt die druk ja, hij vanuit. Denkt, internationaal gezien, moet dat dus ook. je dat, dat, bent dan niet, um, zit niet in het kabinet of heeft hij gezeten, maar ik neem aan dat je wel zo dicht op het vuur zit, dat je al die internationale belangen meekrijgt ja. van alle internationale organisaties, van, van ja. Amerika, weet je wel. Ja, dus dat misschien dat hij denkt van, ja, ik ben liever een, um, een, uh, een... Of wel in het kabinet, maar niet, zeg maar, uh, de grootste. En ja. dat, en dan, maar dan moet je wel met mij dealen, want ik, je hebt mij nodig voor de stemmen. Of, of het helemaal niet. Ik ga steun geven, zoals de Pvv dat uh, een aantal jaar geleden heeft gedaan. En dan is ook gedeugsteun. Gedeugsteun. <laughs> ik ook teugsteun, steun. Ik Dat is wat 66 gaan we gaan doen, is ja, <laughs> <Deugsteun>. <laughs> Dus misschien, ja, maar ik weet niet. Het blijft gewoon politiek. Het blijft allemaal uh, niet de kern aanpakken, niet kijken naar, naar de echte oplossing. Het is, ja. het moet gewoon weg. Het moet gewoon weg. De, hele, de hele, 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 hele bubs in Den Haag moet stoppen. We moeten gewoon weer zelf, um, zeggen dat? zelfbeschikking. Ja, dus, maar jij, jij wil gewoon stoppen met de Tweede Kamer. Je ja. wil gewoon dat dat dicht gaat, ja. plat platgewalst wordt. Ja, uh, ja nee, ik, ik snap dat. Ben ik met je eens? Maar goed, de, de, ik denk ook dat dat niet heel realistisch is dat dat gaat gebeuren. Nee, Interesseert me helemaal niet. Het Moet gewoon. Ja. Er heel veel en, dingen niet realistisch nu, zeg maar die niet zien gebeuren, die maar, toch echt wel moeten gebeuren. Maar nu je weet dat Om zich niet de grootste partij wil worden, wil jij niet stiekem gewoon de grootste partij ja, worden? Dat, dat wordt... wil ik wel, maar het wordt <laughs> een beetje lastig. Wat is dan lastig aan. Omdat Nederlanders die, die horen mij en die denken: van ja, maar die gas gaat mijn probleem niet oplossen. Moet ik zelf aan de bak? Ja, ja, ja. Dat klopt. Ja, dat is, ja. kan je zelf aan de bak. Mag je zelf aan de bak? En dan ja. heb je zelf ook alle winst die je behaalt vanzelf van aan de bak gaan. Maar ja, dat is toch een beetje eng zelf aan de bak. Dus weet je, ik wil ook niet om 5 uur 28 op de, of ik veel, op de. Per rond staan, dan weet ik wat te doen. Nee, liever. Maar, maar ik, vind, wat ik, ik heb laatst een gesprek gehad met iemand en die begon heel erg tegen me aan te klagen over, uh, uh, over allerlei problemen. En het waren grote problemen, hoor. Dat moet ik ook zo, er echt grote problemen. Maar ik had gewoon zoiets van: luister, de, uh, de oplossing was de hele tijd, het was, was extern. Weet je, er was iemand moest iets doen of mm. iemand moest helpen of een instantie moest inspringen. Weet ik veel. het was alles behalve zelf dat doen. En als dus ik zei van, maar waarom kan ga je niet kijken welke problemen je wel zelf zou kunnen oplossen. En dan was het echt zo, van, ja, maar niks ik kan ik zelf oplossen. Inmiddels <laughs> is het namelijk zo erg geworden dat bijna geen van die problemen meer zelf op te lossen zijn. Mm -hmm. En ik denk dat dat voor het merendeel van de mensen geldt. Weet je, kijk, een paar jaar terug kon je met een modaal salaris nog een huis kopen. Weet je, van tegenwoordig, als je een starter bent, dan kun je, ja, je gaat niet, uh, weet ik veel, vijf ton hypotheek krijgen om een of andere klein appartementje in Amsterdam te kopen, mm. weet je? dat gaat niet gebeuren. Dus de, um, uh, dan is het probleem zo groot geworden dat je het niet meer zelf kunt oplossen. En dat ja, of is... of het, je moet je blik Maar dat is wel, je moet je blik wel gaan verruimen. Exact, exact. Maar, maar dat is het vervelende. Want dan moet je mensen dus uitleggen dat er iets is wat ze niet weten. Maar je kunt niet zeggen wat het is. Want als je het namelijk daarna wijst, dan hebben ze iets van ja, maar, nee, maar dat, dat is het niet. Dat kan het niet zijn. Dus je, moet, je moet ze op een of andere manier zien. te... Het is net als met bitcoin. Je moet aan de ene kant moet je proberen om mensen er enthousiast voor te krijgen. Op een manier dat ze het zelf gaan onderzoeken en zelf gaan ontdekken. Want je kan het op het moment dat je het aanreikt, ja dan ben jij weer de externe oplossing. Ja, ja. Ja, precies. Dus, dat is heel lastig. Je moet proberen mensen intrinsiek gemotiveerd te raken om in zichzelf te geloven. Dat kan bijna niet. Nee, nee dat klopt. Dus het, is, het kan ook pas. Uh, je kan mensen alleen maar de deur wijzen, moeten er zelf doorheen, uh, doorheen lopen. En ja. alsnog uh, gaan ze alleen maar. Ja, je kan ook niet naar die deur wijzen als ze nog niet gevraagd hebben of, of je een deur voor ze hebt. Uh, dus ja. dat, dat is ook. Ja, dat is ook een beetje mijn valken, want ik ook een soort van mijn, mijn, mijn grote leerdoel om gewoon mijn bek te houden ja maar iets anders kun je namelijk niet doen ja. dat, uh, nee absoluut dat, uh, dat ben ik met je eens dat uh, ja je kunt eigenlijk gewoon niet zo heel veel doen en dat um... en daarom, het is het wel want dat hadden we net even over het is wel een soort van zelf het is dus ook alleen maar oplossen als mensen het zelf doen en ik geloof dus ook dat het op een gegeven moment wel vanzelf oplost omdat mensen dan te hard elke keer ergens tegen aanloop en dan denk ik van ja, oké okay, maar dit is ook niet chill en ik wil toch nog iets anders zeg maar met en dan kan maar, je niks maar anders. Dit is al sinds de tweede daarvoor ook al maar sinds de tweede wereldoorlog sowieso in Nederland hebben we eigenlijk min of meer hetzelfde soort formaties weet je hetzelfde soort politieke systeem mm -hmm. en je kunt er gewoon naar kijken. En je kunt gewoon zeggen van... Nee, nee, oké, okay, dat ging misschien uh, daar. Dat ging even goed. Dit ging eventjes goed. En dat ging even goed. En hier was een soort evenwicht wat enigszins werkte. En toen... Boom vanaf de jaren zeventig, dan ging het anders. En toen begon die geldcreatie plaats te vinden. En toen begon die geldontwaarding uh, uh, te ontstaan. En toen hebben we nog wel even de inflatiecorrectie gehad met de invoering van de euro. Waar ik van iedereen zeg: oh, die euro is zo duur. Nee, het is gewoon dat je guldens is geen gefuck meer waard. Ja. En daardoor en, en de Belgische frank ook niet voor de Belgische kijkers. En nu hebben we dan een euro. En nu zien we het, 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 omdat iedereen opeens een soort wakker geworden is over geld, zie je opeens van wat er aan de hand is. Wat er gebeurt met inflatie. Mm -hmm. En dat, dat is helemaal niet politiek. Het is niet een politiek iets. Het is gewoon, het is een, het is een ding van bankiers. Weet je, daarom zijn bankiers zijn ook niet politiek per se. Mm. Die hebben gewoon zoiets van: hey, ik los mijn eigen problemen wel op. <laughs> dat ik daarmee een probleem voor jullie allemaal creëer. dat is niet mijn probleem. Zeg. nee, dat is namelijk letterlijk ons probleem. Yeah. De <laughs> ja. Dus dat, uh, dat gebeurt inderdaad. Ja, ja het is, um, het, ik denk, dat, ik denk dat het nog. Um... Misschien over vier jaar. Vier jaar een eigen partij. En dan, uh, en dan is iedereen dus zo klaar mee. Maar waarom niet nu? Ik weet niet. Ik geloof niet dat het... Uh, ik, geloof, ik zie wel heel veel veranderingen En ik, ik zie echt wel dat mensen... Dat echt veel mensen een soort van denken... Ja, dit is eigenlijk heel gek, maar ook nog te veel mensen niet. Ja. Ja, de, nee, het is zeker... Uh, en en, en ja, misschien moet ik helemaal geen eigen partij beginnen trouwens. Omdat het gewoon nog steeds meedoen in het systeem is waar, waar ik net zeg... van Dat moet gewoon, weet je, die deuren moeten dicht in Den Haag. Ja, ja het, het, het moet, je wilt zo zeg maar ook ik vraag me af hoeveel maar nou dat is ook het ding ik had het daar ook over zeg maar over deelnemen aan de politiek dat je toch vaak ziet de mensen die die het zouden moeten doen die doen iets anders en die gaan vaak uh, weet je die zijn vaak ondernemers en die, en ja. die zijn dus op een andere manier bezig om een dienst te verlenen aan de samenleving. En die ziet helemaal niet zitten om. Ja, maar als jij iets produceert, dan word je blij van. Als ja. je iets maakt, dan ja, word je precies. gelukkig van. Exact. Terwijl als je in Den Haag zit, ja, dan word je niet zeggen. gelukkig van. Nee, precies. Dan zit je drie dagen, het is op zich maar wel maar drie dagen per week, dinsdag, ja. woensdag, donderdag. Kijk naar dan... omzeg, kijk hem leiden. Ja, ja. Publiekelijk <laughs> leiden. Ja, ja. Als ik hem was met anderhalf ton, dan had ik inderdaad ook gewoon een auto genomen richting Den Haag. Maar goed, nee, whatever. maar dan ben je niet aan het leiden. Dan snap je niet wat leiden. Is. Nee, dat, dat is niet goed genoeg. Dat is niet goed genoeg. Nee. Nou, je, kan niet, je, moet, je moet leiden voor het volk. Voor de... Ja, precies. Ik heb hier nog een mooi, uh, mooi dingetje van uh, een vandaag. Uh, die kwam met. Um, uh, oh, ja, ja. Waarom blijven de boodschappen duur, terwijl de inflatie daalt? Supermarktdeskundige Erik Hemmers beantwoordt vier vragen. Ja, Supermarktdeskundige. <laughs> Dat is wat er mis is met de wereld. <lacht> <lacht> stel, kun je, je voorstellen? Het is geniaal. Deze is deze... dan gestudeerd al. Via ja. leuk. Ja. Maar doet het er werkelijk toe? Ja. Je, dit is gewoon wat. Dit is, dit, is, dit is wat Thomas Saul zei over ideeënbedenkers beginnen ideeën te bedenken. Ja. realiseer je zich niet dat het onzin is. Het enige wat ze doen is ideeën bedenken. Dit is een supermarktdeskundige. En we... Als je googelt op supermarktdeskundige krijg je ook de website van Erik Hemmers. Hij stelt gelijk. Ja. De, ja. de, 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 de afro-tross heeft ja. dit gelijk. Ja, ja dan zou je zeggen van dat je een antwoord krijgt over waarom het in godsnaam mogelijk is dat de inflatie daalt, uh, maar, um, maar de prijzen hoog blijven. Ja, ik bedoel, uitleggen wat inflatie is, hoort hij bij. Inflatie is dat prijzen stijgen. Als de prijsstijging minder wordt, stijgen de prijzen nog steeds. Beste supermarktdeskundige. <laughs> dat zou je moeten weten. <laughs> Waarschijnlijk is hij deskundig van alles in de supermarkt. Behalve de prijzen. Dat is, dat is gewoon nog een beetje lastig. Maar dit, dit, is toch, ja, dit is toch echt een, het, het niveau van alles: van onderwijs, van journalistiek, van zelf nadenken. Dit, dit, ja. dit, want dit is inderdaad. Ja, inflatie is prijsstijging. Prijs stijgt nog steeds en iets minder hard. Ja. Dan besef je dat het dat het nog steeds duurder wordt. Maar ja, het wordt niet, niet harder, sneller duurder dan. Het werd daarvoor werd het sneller duurder. <laughs> Ja, maar dat, dat, dat ga je krijgen als je dan supermarktdeskundige bent. Je bent gewend om echt de, de finesses, dus de afmeting van het pakje hagelslag en uh, de, uh, weet ik veel, de uh, gekleurde muisjes, omdat precies dat je weet van wat is dan de aankoopintentie van de supermarkt, dan weet je dat allemaal. Dan ga je zo op in de details dat je vergeet op te letten van waar komen die prijzen nou exact vandaan? Hoe wordt het opgebouwd? Hoe zit, wat, is, wat is geld? <laughs> dat moet je afvragen. Hè? Wat is geld? Inderdaad, waar betalen mensen eigenlijk mee? Weet je, wat is dat? En waarom heeft 10 euro, de koopkracht van 10 euro. Hoe kan dat? En is, misschien is dat wel, maar niet zo vanzelfsprekend. Zoals je ziet aan de inflatie. Maar goed... Um... Lonen zijn bij de supermarkt 10% gestegen. Ze hebben nog, de eerste vraag was ook: de kosten dalen nu. Waarom uh, de supermarktprijzen dan niet? En dan hebben ze het over hogere kosten voor transport en energie. Het grappige is, ik weet niet wanneer dit, van wanneer dit artikel is, maar volgens mij is dit redelijk. Uh, Twee dagen, uh, Twee dagen geleden dagen, zoiets. Ja. Maar uh, begin deze maand uh, is de BTW omhoog gegaan. Uh, of weet ik wel. Oh, een ja, belasting was het, op. Uh, nu? Was ja, dat is gebeurd. Dus het uh, tanken kost nu ook gewoon weer boven de 2 euro per liter. Hoor. Ik zag het al inderdaad, maar ik wist niet. Het waarom, is gewoon allemaal belasting. Ja, in principe okay, ja. kost een liter uh, euro 95, zou gewoon rond de 50 cent moeten zijn. Die andere 1 euro 50 plus die erbij komt, zijn allemaal kosten voor de overheid. Dus je kunt je ook afvragen, want dat is nou waar dit artikel naartoe gaat, want de smerige zakkenvullers die het zijn, graaiflatie, dat staat ja, ja. ook weer op, weet je, in, uh, in de comments vooral. Zij het, ja, het is niet de overheid die doet aan grijflatie. De enige partij die verantwoordelijk is voor de inflatie is namelijk uh, uh, de overheid. Uh, 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 en dan in de vorm van centrale banken die het rentebeleid uh, bepalen, waarop banken weer nieuw geld kunnen uitlenen of weer niet, whatever. Nou, dat soort dingen. En stedelijk is ook goed, want daar ging het over. Dus belasting. Los van dat je euro steeds minder een euro wordt, heb je ook nog steeds te maken met alle belastingen en regelgeving, waardoor dingen gewoon heel duur worden. Dus die ja. doe ik belachelijk. 1,50 1, van de 2 euro is gewoon ja. gaat rechtstreeks naar uh, de overheid. Maar, ja, nou, Wanneer kunnen we prijsdaling verwachten? Wat denk je dat zijn antwoord is? Ja, wanneer hij dat denkt, ja, als de oorlog in Oekraïne over is of zo. Nee, ja, als dat... mensen terugkomen van vakantie, want dan hebben ze geen geld meer. Kijk. <laughs> Maar het is zo fucking plat. Ja, en dat, uh, um, moeten de prijsdalingen niet afgedwongen worden gezien de winst die de supermarkten maken? Daar gaan we, daar wil ik echt naartoe. Um, um, even kijken, <laughs> Waar dat zijn antwoord? Je zou kunnen zeggen, ga die bedrijven extra belasten. Maar aan de andere kant hebben ze ook veel meer btw afgedragen. En daar heeft de overheid ook weer van geprofiteerd. Ja, nou, hij, hij houdt zich in als supermarktdeskundige. Omdat hij gewoon weet dat zijn kop eraf gaat. Als je nog eens een keer zijn gezicht laat zien in een, in een supermarkt. Maar uh, ik vind dit weer interessant vanuit uh, een vandaag. Publieke omroep, betaald door de overheid. Um, dus betaald vanuit belastinggeld. Dus... Ja, logisch dat zij zeggen, nee, die, die zakkenvullers bij de, uh, bij de Albert Heijn en de Jumbo, die moeten gewoon um, uh, extra belast worden. En ik vind dat zo interessant, omdat je dan voorbij gaat aan het idee dat um, als je geen winst zou kunnen maken met het hebben van een supermarkt, er geen supermarkten zouden zijn. Dus je kunt het, 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 het exporteren van een supermarkt heel erg onaantrekkelijk maken. Maar het enige wat er gebeurt is dat alle kleine supermarkten weggaan en de grote supermarkten nog groter worden. En nog meer een monopolie krijgen, worden de prijzen nog duurder worden. Dus... Nee, maar, de overheid moet het gewoon doen. Want eten is een recht. Ja, precies. De overheid moet het doen. Ja, eten is een recht. En huisvesting is een recht. En de overmarkt is er om alles een op te lossen. Ja. Dit is een probleem toch? Overheid, los het op. Dat is hoe zij denken, inderdaad. Ja. Dat is wel ding, ik vind het wel altijd een mooi voorbeeld van dat. Eigenlijk zeg maar een basisbehoefte als eten, niet nog niet. Bedoel, het bloed is wel regulering natuurlijk, maar het is nog niet zo'n soort van spassies als bij onderwijs of bij zorg. Weet je, waar je verplicht een abonnement moet afnemen op een, um, op een zorgverzekering om je zorgkosten te kunnen betalen. Weet je, je worden nu niet verplicht om een abonnement af te nemen bij een supermarkt omdat je eten moet hebben. Zeg maar ja. dat, dat, wordt, dat, dat gebeurt niet, omdat het allemaal redelijk vrij is en redelijk goed geregeld is. Even los van de inflatie en de belastingen die erop zitten. Maar als dat, dat, dat er niet zou zijn, dan. Vanaf of je een voedselbank nodig hebt in Nederland als je gewoon al die onzin zou, zou afschaffen. Ik denk nee, ik denk het ook niet. Maar, maar kijk, je, de overheid hoeft al die dingen niet te reguleren, omdat ze het geld wel reguleren. Dus ze zijn ja. 50% van elke tra economische transactie. Dat is de overheid, mm. want dat is het geld wat je gebruikt wordt. <clears throat> dus dat. Um, ja, dat, 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 dat heeft als voordeel dat we lijken heel vrij te zijn, maar zijn dat niet, omdat we eigenlijk gedwongen worden om gebruik te maken van het geld van de overheid mm. en dat wordt gemanipuleerd. Dus als de overheid, uh, weet ik veel, geld wil uitgeven, bijvoorbeeld uh, een raket naar de Oekraïne wil sturen, nou dan <laughs> maken ze wat nieuw geld bij en dan ja, is dat eigenlijk de koopkracht van ze allemaal. Dus ze nemen, ze nemen wat geld uit onze spaarpot en dat is, daarvan kopen ze een raket en die sturen ze naar de Oekraïne. Daar hoeft geen. Uh, toestemming voor uh, te worden gevraagd. En ze hebben de smaak te pakken. Mm -hmm. Want inmiddels zijn we al 23 miljard uit onze spaarpot uh, kwijt. omdat uh, de aarde 0,00036 graden uh, warmer of kouder moet zijn, weet ik het. Maar in ieder geval, de, de onzinnigheid ervan is niet meer te meten. En um, ja, welk doel dient het? Ja, gewoon zakken vullen van iedereen die er belang bij heeft. Weet je, geld van Pietje naar Jantje, dat is wat de overheid doet. Um, er is trouwens nog een mooi advies van deze supermarktdeskundige. Uh, wat, zou kunnen, wat zou je adviseren aan mensen met een krappe beurs? Ga naar Duitsland. <laughs> Daar is het goedkoper. <laughs> en um, er zijn lagere ja, accijnsen. Lager ja, nou, Hij okay. zegt het al, er zijn lagere ja. accijnsen in Duitsland. Stem vooral niet de partij uh, die uh, voor afschaffing van uh, accijns is. Nee, doe dat niet. Um, Keer vooral de overheid je rug niet toe. Nee, maar ga naar Duitsland. Um, op zich een goed advies. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je stemt met je voeten. Zo grappig trouwens, want dat stukje wat je voorlas, dat, dat was de voorzet van de Afro-tros volgens mij. En daarna gaat hij erin dat hij een lulverhaal over pindakaas en aanmerken zag ik maar hij, hij, Zijn antwoord was anders. Maar hij, dat was een soort van... Nee, dat zijn twee antwoorden die maar hij geeft Ja, het is een ah, heel okay. interview wat hij heeft okay. gegeven ergens op tv bij een vandaag. Nee, maar hij zegt ook, en dat is echt interessant wat hij zegt. Uh, kijk bijvoorbeeld naar. Het gaat erover dat je niet altijd het aanmerk moet kiezen. Zegt hij, kijk bijvoorbeeld naar pindakaas. Daar heb je bij de gemiddelde supermarkt tientallen verschillende varianten van. Die verschillen enorm in prijs. Waarom verschillen die enorm in prijs? Laten we daar eens even. <laughs> nou, heel simpel: omdat wat erin zit bij de goedkope varianten, doorgaan zonnebloemolie, een is En de duurdere. Uh, varianten zijn gemaakt met pindas. alleen maar pinda's. Pinda's zijn duurder dan uh, zonnebloemolie en rotzooi, dus vandaar dat de prijs van het product verschilt. Hetzelfde heb je in elke andere uh, vak wat je bezoekt, uh, als je de supermarkt bezoekt, beste supermarktdeskundige. Um, en alleen omdat er pinda's op het potje staat, wil niet zeggen dat, dat er in alle potjes hetzelfde staat. Weet je, dat is gewoon, ik begrijp de naïviteit van deze kerel niet. Dit is een, dit is echt, dit is het. Ik denk by far het domste wat ik de afgelopen weken in de media heb gezien. <laughs> echt serieus, ongelooflijk. Ja? Ja, dat is best vindt, knap. Dit was, dit was echt heel dom. Dit was gewoon, uh, ja, dit was vreselijk. Ja, maar ik denk dus wel dat dit het. En deze man wordt dan wordt ook nog, denk ik, geciteerd door mensen. Van, uh, van ja, die, die heeft het door, die snapt het, dit, hier luister ik naar, dit is wat we moeten doen. Ja. Ik ga die goedkope zonneblomp in de kaart kopen uh, en dan zijn mijn problemen opgelost. Ja. Ja. Ik koop gewoon handige andere pindakaas, man. Doe iets zo moeilijk. Ja. Weet je, juist die shit duur is, dan koop je goedkope pindakaas toch? Dat, uh, dat, dat is wat, uh, wat deze keer. nooit aangedacht. Ja. graai dus. Nou goed, dit is. Uh, ja, ik, ik weet niet. Ik, ik had echt. Ik voelde mijn IQ. Voelde ik, Als je me nu. Uh, je voelt ook dat ik een beetje afwezig ben. Een beetje. Een soort van mist in mijn hoofd. Dat komt omdat ik dit. Ik heb deze shit zitten kijken. Ja. Dus al, en al die comments eronder ook. Hier van Yvonne. Moeilijk horen om die graaiende aandeelhouders een stapje terug te laten doen. Wat voor mentaliteit heb je toch? Als je over de rug van anderen jezelf rijk moet maken met zoiets basis als voedsel, nou wat voor mentaliteit je dan hebt is dat je een ondernemer bent en dat je gewoon geïnvesteerd hebt in een bedrijf en je hoopt daar op je investering, je hoopt daar winst op te maken. Dat is de hele reden waarom het bedrijf bestaat best die vonden. Toch had wat die derde guy of vrouw die zat nog de boel een beetje te baptaliseren. Oh ja, oh, we hebben ja, we 12%, hebben het over, 12 van het we maar 12 van ons inkomen geven we aan eten uit. Dat is veel lager dan uh, in andere landen. Dus ik in, geloof daar helemaal niks aan. Ik geef veel meer dan 12% van mijn inkomen aan eten uit. En dat is misschien ook omdat ik de dure pindakaas koop, maar het uh... <laughs> Even nadenken. Ja, het ja, het, ja, het is wel, nee, ja, Maar, maar ja, dat, ja, dat is de, kijk, ik ja. heb een groot gezin. Dus dan, dan, dan zie je dat ik denk dat uh, ik denk serieus dat boodschappen zijn mijn grootste uitgave hmm. elke maand. Nee, bij mij mijn woonlasten, maar het is niet het is daarnaast het eten 100 Ja. 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 Nou goed. Um, ja, dus en dat, dat... is nog veel meer dan 12% ook. Ja. ja, veel meer. Ik denk dat ik 50% uitgeef aan boodschappen. Um, even kijken. Plan omzicht hebben we gehad. Waar zijn we? We zitten al op een uur, man. Ja. Zullen we er nog eentje doen om het af te leren? Verkeur. We gaan zo meteen in extra gaan we het hebben over Joe Biden en Donald Trump. Wat er aan de hand is in Amerika. Super interessant. Uh, we gaan het ook even hebben over Niger en de koep uh, die gepleegd is daar. en wat een probleem dat is voor Frankrijk. Frankrijk heeft gezegd dat het uh, hun recht, goed recht is om militair in te grijpen. Um, en dan kunnen we eventjes daarnaast leggen, natuurlijk. Uh, in hoeverre het Ruslands goed recht was om in te grijpen in uh, Oekraïne. Um, uh, overigens vind ik dat beide uh, niet. Uh, uh, beide geen sprake van goed recht. Maar uh, die twee kunnen we even maar afwegen. gewoon om een soort idee te krijgen. Um, even kijken. Nee, ik denk eigenlijk dat we de meeste onderwerpen, ik wil het nog even over bitcoin hebben. Is dat iets wat we nu... Uh, nee, dat was ook. Ja, doen we dat in ja, extra? extra? Doen we gewoon in extra. We gaan ja. met bitcoin doen we in extra. Want uh, er gebeurt van alles. En alles wat je denkt over bitcoin um, is verkeerd. Dat gaan we <laughs> je uitleggen zometeen. Goed, um, ik denk dat dit hem was. Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering van Viva Valentine. Ga zo meteen als een speer naar vivavalentijn.com. Uh, word tribe member als je dat nog niet bent. En kijk naar de extra waar we door gaan praten over Afrika, over Amerika en over Bitcoin. Doei!